Hallo allemaal en welkom bij DigiStudies. Vandaag gaan we het hebben over wisselkoersen. Als we het hebben over wisselkoersen, dan hebben we te maken met verschillende valuta's. Een valuta is een geldsoort en daarmee dus ook een betaalmiddel waarmee je alleen in een bepaald gebied kan betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de euro, de dollar, de Japanse yen of de Britse pond. Met de euro kan je bijvoorbeeld alleen in het EMU-gebied betalen. En het EMU-gebied bestaat uit landen die aangesloten zijn aan de Europese Monetaire Unie. En zo kan je dus ook met de Japanse yen alleen in Japan betalen, met de dollar alleen in Amerika en met de pond in het Verenigd Koninkrijk. Dus als jij op vakantie wil naar Amerika, dan moet je eerst jouw euro's omwisselen naar dollars. En dit is wanneer we gebruik maken van de wisselkoers. Dit geldt niet alleen voor vakantiereizigers, maar ook voor bedrijven die veel in buitenlandse valuta handelen. Deze bedrijven moeten dan ook gebruik maken van de wisselkoers om hun eigen valuta te wisselen met de valuta van het land waarmee ze handelen. Je ziet hier een tabel waar verschillende wisselkoersen zijn weergegeven. We zien als allereerst de euro. Als je jouw euro's bijvoorbeeld wil inwisselen voor dollars, dan zie je in deze tabel dat 1 euro 1,08 dollar waard was op dat moment. En als je bijvoorbeeld de Britse pond van het Verenigd Koninkrijk wilt omwisselen naar uh, Japanse yen, zie je dat voor 1 pond je 144,72 Japanse yen krijgt. Het lijkt alsof de wisselkoers vaststaat. Maar in de realiteit is de wisselkoers erg dynamisch. Wat we hiermee bedoelen is dat er veel beweging zit in de wisselkoersen gedurende een dag. Hier zien we een grafiek van euro's uitgedrukt in dollars in de loop van een periode van bijna 24 uur. De, grafie, de grafiek laat zien uh, hoeveel dollars je kan krijgen voor 1 euro. Zoals te zien is aan de vele pieken en dalen, verandert de waarde van de euro uitgedrukt, uitgedrukt in dollars continu in de loop van de dag. Maar hoe komt het eigenlijk? Als eerste moet je een wisselkoers zien als de prijs van een valuta, dus de prijs van een geldsoort. Dit is hetzelfde als bijvoorbeeld de rente, wat de prijs is van het lenen van geld. De wisselkoers is dus de prijs van een valuta ten opzichte van een andere valuta. Dus je kan je voorstellen dat als we het over prijs hebben, dat zo'n valuta aan dezelfde, aan dezelfde marktkrachten wordt blootgesteld als elk ander product. En hoe wordt de marktprijs van elk product bepaald? Juist, door vraag en aanbod. Hetzelfde geldt dus voor de wisselkoers. Zo hebben we hier weer een grafiek. Op de verticale as hebben we de wisselkoers van de euro uitgedrukt in dollars en op de horizontale as hebben we de hoeveelheid euro's. Net zoals in de markt voor producten hebben we een vraaglijn en een aanbodlijn. Het punt waar de twee lijnen elkaar snijden bepaalt de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid. Als we naar de verticale as kijken, zien we dat de evenwichtsprijs eigenlijk is aan de wisselkoers. Omdat de evenwichtsprijs, en dus daarmee de wisselkoers, wordt bepaald door vraag en aanbod van velen, hebben individuele aanbieders en vragers normaal gesproken zeer weinig tot geen invloed op de prijs. Zoals we hiervoor zagen, verandert de wisselkoers in de loop van de dag. Laten we even kijken hoe dat gebeurt. Stel je voor dat er iets gebeurt met de vraag naar de euro. Hij gaat omhoog, waarbij de lijn van QV naar rechts verschuift. Wat er dan gebeurt is dat het snijpunt van QV en QA op een hoger punt ligt en daarmee de evenwichtsprijs en de hoeveelheid beide hoger liggen. Dit zorgt ervoor dat de wisselkoers van de euro, uitgedrukt in dollars, omhoog gaat. Wat betekent dat een euro meer dollars waard is? Zo zie je dat door veranderingen in vraag en aanbod er continu beweging is in de wisselkoers. Een wisselkoers die door vraag en aanbod wordt bepaald. In een markt noem je een zwevende wisselkoers. Als dit het geval is, dan noemen we een stijging in de wisselkoers, zoals we net zagen, een appreciatie van de wisselkoers. En als de wisselkoers daalt in een zwevende wisselkoers, noemen we dit een depreciatie. Maar wat zijn nou de voordelen en nadelen van zo'n zwevende wisselkoers? Een voordeel is dat door een zwevende wisselkoers je als land op een lange termijn een evenwicht krijgt op de betalingsbalans. Een nadeel is wel dat bedrijven die bijvoorbeeld veel met het buitenland handelen, een koersrisico ondervinden, aangezien de wisselkoers niet stabiel is. Dit was het eerste deel van de les Wisselkoersen. Bekijk het volgende filmpje om meer over dit onderwerp te weten te komen. Ik ben Abel de Leeuw en tot de volgende keer.